Hi Maag, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 41 en dat is van maandag 8 oktober tot en met zondag 14 oktober. En als je kaarten schudt om te kijken wat deze week voor de maagd gaat brengen. Heb ik erbij de volgende kaart. De keizerin, de koning van bekers en de gematigdheid. Het lijkt een week te zijn, maagd, waarin je eigenlijk leeft in overvloed. Je hebt het gevoel bepaalde te groeien, liefde te kunnen geven. Je vindt het fijn om bij mensen te zijn. En het lukt je ook nog om daar een goed evenwicht in te vinden, zodat je ook gezond gaat blijven. Eigenlijk is alles wat je doet, is goed op elkaar afgestemd. En dat voelt zo ontzettend goed dat je echt in een soort flowperiode zit. En ook dit weet je heel goed op waarde te schatten en daar ben je ontzettend dankbaar voor. Dus deze week heb je een week waarin je waarschijnlijk heel graag ook bij andere mensen wilt zijn. En met hen wilt delen van hoe goed het eigenlijk met jou gaat. En hoe goed het voor jou voelt dat je een bepaalde weg ingeslagen bent. En dat wil je dan ook graag delen en vertellen. Ook misschien tegen mensen die niet in je omgeving zijn. Maar je bent sowieso heel erg bezig met anderen en niet alleen maar met jezelf. Het voelt allemaal heel erg goed. Het was weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.